Hoe bevalt het je deze week tot nu toe? Ja, goed. Er zijn natuurlijk een paar dingen die altijd heel belangrijk zijn. Hygiëne, het veld, het bed en het eten. En alle vier de zaken zijn geweldig geregeld, dus we kunnen vol aan de bak samen. Dus een tevreden trainer zie ik. Tot op heden zeker, ja. Ja, we hebben vandaag ook weer met nagenoeg iedereen op het veld gestaan. We hebben 26 veldspelers mee en 3 keepers. En alleen Sven is op dit moment nog niet inzetbaar voor de groepstraining. Maar hij is hard op weg en de rest stond vanochtend heerlijk op het veld. Hoe ziet je programma eruit deze week? Nou, vrij intens, want we hebben gekozen voor een vrij compact trainingskamp. We zijn dinsdag zijn we begonnen in Nederland met de testen. En vervolgens zijn we 's ochtends, aan het einde van de ochtend zijn we afgereisd naar Spanje. En 's middags ook gelijk weer gaan trainen. Dus dinsdag, woensdag dubbele trainingen gehad. Gisteren hebben we 1 sessie gehad met een vrije middag qua invulling. En vandaag trainen we weer 2 keer. Morgenochtend wordt er getraind. En dan spelen we 's middags om 3 uur een wedstrijd. Gekozen voor 4 momenten van 30 minuten, zodat ook heel veel spelers aan bod kunnen komen. En dan stappen we zondagochtend na het ontbijt weer in het vliegtuig terug naar Nederland. Ja, mooie tegenstander. Borussia Dortmund. Tegenstander, ja. Echt een hele mooie tegenstander. Zeker. Hoe gaat zoiets in zijn werking dat je daar uiteindelijk bij uitkomt bij zo'n tegenstander? Ja, dat zijn toch de contacten die we hebben. En op het moment dat je dan op zoek bent naar je locatie qua trainingskamp. We moesten helaas uitwijken. We hebben de afgelopen seizoenen in Valencia gezeten. En dit jaar zitten we dan hier in Estepona. Nou, beide hartstikke prima. Maar toen we moesten schakelen, moesten we ook natuurlijk goed kijken wie zijn er op dat moment in de buurt om eventueel mee te sparren. En Borussia Dortmund bleek daartoe bereid te zijn. Een paar kleine wijzigingen. In die zin dat Georgie er niet bij is deze week. En we wel Gonzalo hebben. Ja. Wat voor indruk heb je van deze jonge Portugees gekregen? Nou, het is tot op heden nog vrij beperkt. Hè. Hij mocht vanochtend voor het eerst pas meetrainen. Omdat hij nog in afwachting was van het papierwerk. Dus hij heeft buiten de groep natuurlijk wel iets kunnen doen. Maar heel beperkt. Vandaag voor het eerst op het veld. Het is een vleugelverdediger met de eigenschappen die we graag zien. Met veel drang in zijn spel, veel dynamiek naar voren toe. Agressief spelend. En we kijken er eigenlijk wel heel erg naar uit om meer van hem te weten te komen binnen onze situatie. Je noemt ook Georgie. Ja, George is om en bij een jaar bij ons geweest nu. Heeft zijn uiterste best gedaan om te adapteren. En het is hem helaas niet volledig gelukt om die stempel te drukken waar hij zelf uiteraard naar op zoek was. Maar waarvan wij ook hoopten dat hij die zou kunnen brengen. En ook op privévlak speelt er nog het nodige. Dus hij heeft alles bij elkaar opgeteld en de afweging gemaakt. En is in goed overleg met de club zijn ze tot een andere beslissing gekomen. Heb je hem nog kunnen spreken voordat hij wegging? Ja, zeker. Hij is dinsdag bij het vertrek, toen we samen aan het ontbijten waren, toen is hij nog even op de club geweest. Ik zou bijna zeggen een beetje in en out. Dus hij kwam vanuit Amerika de dag daarvoor en is bij ons even geweest om te ontbijten. En vervolgens ging hij, geloof ik, de volgende dag ging hij alweer terug richting Amerika. Dus, maar we hebben elkaar nog wel even goed kunnen spreken. Fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. En het is spijtig dat het hem niet gelukt is, maar Georgie is en blijft een goede speler, dus ik ga ervan uit dat hij elders wel weer zijn draai zal vinden. De decembermaand was niet helemaal zoals wij dat wilden. Nee. Hoe grijp je daar nu op terug en waar leg je de accenten op richting de eerste wedstrijd volgende week FC Twente uit? Ja, nou goed, als je kijkt naar hoe we dit seizoen zijn begonnen met elkaar, dan zie je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Uiteraard zijn het aantal wedstrijden is toegenomen richting het einde van het kalenderjaar. Dus er wordt gewoon meer van ons gevraagd. En wat je zegt is terecht. Hè. We zijn in december hebben we niet het AZ gezien waar we wel om bekend staan. En wat we gelukkig ook veel vaker wel hebben gezien dan niet. Maar dat zijn ook fases in een seizoen die je doormaakt als team zijnde. Als het alleen maar een stijgende lijn is, daar streef je natuurlijk altijd naar. Maar dat is bijna niet te realiseren. Dus dat betekent dat je van beide fases heel veel kunt leren, mits je daarvoor open staat en met elkaar ook goed analyseert wat is er dan precies gebeurd. Dat hebben we inmiddels ook gedaan, dat hebben we deze week ook volgebruikt. En vooral ook de verschillende gezichten in kaart gebracht om met name te herkennen wat er gebeurt. En proberen de vinger op de zere plek te leggen waarom zoiets dan ook gebeurt.
Nou, daar hebben we wel onze ideeën bij. En dat maakt ons ook weer sterk richting de tweede helft. De komende weken kan je helaas niet beschikken over Medi en Yuki. Nee. Die zijn afgereisd naar Azië voor de Azië Cup. Ja. Is het al helemaal duidelijk wie hun plekken gaan overnemen? Van Medi lijkt me duidelijk. Hè. Rome is degene die hem nu gaat vervangen. Helaas moeten we Hobi ook nog een tijdje missen. Want die is onlangs ook geblesseerd geraakt. Maar het zag er naar uit al dat Rome die wedstrijden zou gaan keepen. Ook omdat de keuze is gemaakt toen we tegen Legia Warschau speelden dat Rome ook het doel zou gaan verdedigen. In het geval van Yuki ziet het er naar uit dat Denzo die plek gaat invullen. Daar is hij ook voor gehaald en hij is inmiddels nu een half jaar bij ons. Dus is ook wel goed bekend met hetgene wat er van hem verlangd wordt.